Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Relaxen met Rick. Ik heb hier een lekker kopje koffie, kijk maar, er zit allemaal koffie in. Of gewoon hele lelijke chocolademelk. En vandaag gaan wij het hebben over het onderwerp YouTube pranks: Goede grappen of een hopeloze graai naar goede views. Er zijn momenteel, vooral in Amerika, heel veel prank-kanalen, die maken dus grapjes filmen dat, zetten het op YouTube en krijgen miljoenen views. Het probleem is, als je veel van die kanalen krijgt, krijg je natuurlijk een soort strijd. Iedereen wil het grootste prankkanaal zijn en daarmee de grootste views en de grootste YouTube-centjes pakken. Alleen wat krijg je dan? Door de groot... Om de grootste prankster te worden moet je de grootste pranks hebben. Je moet de beste, grappigste video's maken. En wat krijg je dan? Je ziet de verschuiving van video's met daadwerkelijke grappen naar video's waar je gewoon een gigantische klootzak bent. En dan kun je ze heel groot in de titel zetten. Gaat Fout, want je wordt in elkaar geslagen. Gewoon van die dingen gewoon naar een dikke man toe lopen en zeggen: Hey, ben je zwanger? En het dan raar vinden dat hij in je gezicht slaat en dan zeggen: Nee, nee, het is een grapje. Het probleem met dit soort grapjes is dat het wel grappig moet zijn. Ik heb onrecht video's gezien waar ze dan zeg maar in de ghetto op zo'n groep gangsters aflopen met een plastic pistool en dan zeggen: Hey, wie willen dood? Wie willen dood? En het dan raar vinden dat je in elkaar geslagen wordt. Dat vinden ze niet raar hoor. Ze kunnen net zo goed zeggen, sla me in elkaar, ik wil views, ik wil views. Want dan kunnen ze weer zo'n thumbnail hebben waar ze op de grond liggen met acht uh, van die gangsters eromheen die op de grond slaan. Dat is momenteel waar YouTube pranks een beetje op uitdraaien. Een groot deel is ook gewoon geacteerd. Uh, daar gaat Nederland waarschijnlijk op een gegeven moment ook gewoon heen. Niet meer mensen op straat lastigvallen, maar gewoon je vrienden lastigvallen. En dat ze dan zogenaamd heel boos worden en een pistool trekken en een hondbouwknuppel. Daar gaat YouTube pranks heen. Ik zelf maak geen pranks, ik vind het zulke makkelijke content. Ehm... Um, Sommige pranks in ieder geval. Het is, bij uh, pranks gaat het helemaal niet om de persoon die de pranks doet, niet de persoonlijkheid. Het gaat gewoon om, ha, mensen worden lastiggevallen. gevallen. Lol, ik ga het kijken. Terwijl, ik vind het juist leuk dat op mijn YouTube kanaal mensen meer kijken voor mij dan voor de games. En bij pranks heb je dat niet, mensen willen gewoon andere mensen zien janken, schreeuwen. Nu komt, Rick, wanneer is iets een goede prank? Oké, okay, ik heb een soort kleine vuistregel voor alle pranksters samengesteld, een soort gouden regel. Een prank is een goede prank als het slachtoffer er achteraf om kan lachen. Goed voorbeeldje. Uh, er zijn meerdere pranks op YouTube van mensen die staan op een brug uh, boven een ravijn met hun mobieltje. En dan komt de prankster langs en zegt, mag ik even je mobiel om te bellen? Zeggen ze, ja is goed. Pakt hij het mobieltje, gooit hij het zo de ravijn in. Deze video's staan oprecht op YouTube. Prank. En dan worden die mensen boos, want ja, er staan allemaal foto's op van je kind. Van weet ik veel, je dode oma. En dan, oh nee, het is een grapje, het is een grapje. Nee, die mensen zijn gewoon hun mobiel kwijt. Misschien betaal je ze achteraf 1000 euro van je YouTube geld. Ze gaan er achteraf alsnog niet om kunnen lachen. En je hebt ook een versie hiervan. Nou, dat was toevallig op een fontein. Er was een man die vroeg: Mag ik je mobiel even lenen? Kreeg hij dat mobiel? Wisselde hij hem om in zijn zak met hetzelfde uitziende mobieltje, maar dan kapot. Die heeft hij gewoon kapot gekocht. Liep hij zo, struikelt hij. Laat hij zo het mobieltje tijdens het bellen. Bam! In een fontein vallen. En die mensen van het mobieltje staan er gewoon naast. Want ja, je die, die laat niet de gast gewoon de hele stad doorlopen met je mobiel. En die wat van: What the fuck gast? Die hebben mijn mobiel in het water gegooid. What the fuck, Hij zo: Nee, nee, sorry, ik ga niet betalen hoor. Hij maakt er een klein ruzietje van. En precies op het moment dat ze boos worden. Hier heb ik je mobiel. Ja, dat vind ik een leuke prank. Want uh, goede pranks draai je vaak uit op een soort. Je geeft de mensen met, op wie je de prank uit, dat een soort neppe realiteit. Zij denken dat er iets aan de hand is, wat niet aan de hand is. En aan het einde: HAHA! Dat kan een leuke prank zijn. Een goed voorbeeld daarvan, van gewoon een goede moderne prank, van een hele goede oude, is bijvoorbeeld de euro op de grond vastgelijmd. Mensen die een euro denken, hé, hey, een euro, dit is te mooi om waar te zijn. Dan pak ik ze hem op en een. ah, oh, hij zit vastgelijmd, ik sta vet ongemakkelijk op de grond. Haha. Dat is, ja, ze liggen er niet dubbel om, maar ze gaan niet achteraf. Oh, ik sla je in elkaar, grappenmaker. Andere versie bijvoorbeeld. Uh, het biljetje aan de vishaak, weet je Oeh, 50 euro, dit is te mooi om waar te zijn. En dan pakken ze het en dan zoef, gaat hij weg. Dat zijn hele oude voorbeelden, maar je hebt ook nieuwe voorbeelden. Um, het gaat dan vooral om dat mensen dus denken dat er iets aan de hand is, maar het is niet aan de hand. Ik heb bijvoorbeeld, uh, nu met Star Wars was er weer eentje. Hadden, hadden ze een burgertent helemaal met draadjes en zo bewerkt. En dan kwam er een gast aan in Jedi-kostuum. En die gebruikte dan de force om ketchup te pakken en een stoel en een tafel. En al die mensen keken van WHAT? Is het een echte Jedi? En natuurlijk was het geen echte Jedi. Het was allemaal gewoon van tevoren neergezet met draadjes. Maar de prank is dan dus dat mensen denken, wow, een Jedi! En achteraf denken ze van, nee, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Waarom dacht ik dat? goede versie daarvan was zelfde idee, bewegen de voorwerp met draadjes, maar dan met prullenbakken. Voor mij was die van Roman Edward. Uh, hij liep gewoon open straat, dan liep een meisje tegemoet en hij nieste richting die prullenbakken. En al die prullenbakken vlogen zo, wam, zo de lucht in. En dat meisje die toevallig net naast hem keek echt van: wow, heb jij zojuist prullenbakken de lucht in geniest? Nee, dat, dat is een dus, grapje dan. Um, snap je, dat is, ja, dat is, je neemt mensen echt in het ootje. Niet gewoon mensen in hun trap en dan, haha, grap. Uh, ander goed voorbeeld daarvan is, uh, ik kan nog een goed voorbeeld. Oh ja, dit was een hele leuke. Er was een klein meisje en die wilde dan, uh, die hiel, haalde mensen van de straat van, kun je me helpen stoeptegels sjouwen? Zij hadden dan allemaal stoeptegels in de voortuin. Die moesten even naar de deur of zo. Zij had uh, stoeptegels, maar het waren eigenlijk stukken piepschuim. Maar dan dus met uh, verf waren ze geschilderd. Zodat het leken op van die, um, van die stoeptegels. Dus het meisje pakt gewoon tien van die stoeptegels van piepschuim tegelijk en loopt zo weg. Dus het andere volwassenen denkt. Oh, dat doe ik ook even. Pakt hier ook tien en gaat. Ah, oh, dit lukt me niet. Hoe kan dit? Dat zijn leuke pranks. Dat mensen denken van, huh, hoe kan dit? Verwarring. Of dat mensen in de straat lopen en in een keer 30 mensen in een koeienpak achter ze aanlopen. Weet Je je gaat mee rennen. Maar je denkt eigenlijk van, ja, waarom doe ik dat? Er lopen 30 mensen in een koeienpak, er is niks aan de hand. Dat soort dingen. Um, dan komen we eigenlijk een beetje bij. Wat zijn dan de cut pranks? Eigenlijk alles waar je mensen gewoon keihard night je slaan. En je dan nog erbij moet zeggen. Het is een grapje, het is een grapje. Alsof het iets verandert. Zo van, uh, nee, ik heb je mobiel in de ravijn gegooid. Maar als het op YouTube komt, stuur me even de link, dan is er niks aan de hand. Tuurlijk wel! Tuurlijk wel! Uh, heb je nog... Uh, eigenlijk wat meeste pranksters dan doen is... Dan noemen ze het gewoon een social experiment. En ja, in principe is daar geen spel tussen te krijgen. Het is ook een sociaal experiment. Dan is je experiment... Wat gebeurt er als je mensen mobiel in een kloof gooit? Worden ze boos of niet? Ze worden boos. Uh, dat is wat de meeste princes doen. Als het gewoon niet grappig meer is, doe ik maar gewoon een social experiment. Loop je maar gewoon iemand toe. Zeg je, hé, hey, je bent fucking lelijk vriend. Ik hoop dat je doodgaat. En dan in elkaar geslagen worden. Dat zijn die echte social experiments, dames en heren. Nu komen we uh, bij de actualiteiten. Het Enzo Knol Stuk TV-drama van gisteren. Voor de mensen die, die niet weten, ik zal die even invullen. Stuk TV had een nieuwe challenge. Ga een illegale rave houden bij een BNR. En ze gingen eerst naar John van de Heuvel. Ik ken je Kale man. Zeg maar de kale Peter en de Fries gast. Dan hadden ze dus twee DJ's meegenomen. Genomen, hele party setup in zijn tuin. Kijk bam, 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 bam om twee uur s morgens. John komt naar buiten en zegt. Hé hey, jongens, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Oh, we bouwen een feestje John. Oké. Okay. En hij zegt gewoon nou, gaan we een biertje doen. Rob en Rob hebben tuin. Uh, toen gingen ze daarna dus naar Enzo Knol. Is uh, werelds bekendste Nederlandse YouTuber. Oh, ik heb kop. In ieder geval, uh, ze gingen naar Enzo Knol. Daar deden ze hetzelfde. En 30 minuten lang gebeurde er niks, toen kwam opeens de politie en toen kwam Enzo Knol naar buiten van Ja jongens, YouTube is hard werken, ik kan dit niet waarderen, fuck af!" En toen deed hij zijn raam weer dicht. Schijnbaar hebben ze nog een hele discussie gehad achteraf, stuk TV en Enzo Knol. En Enzo Knol zei, ik wil dit niet online hebben. Toen zette stuk TV. het wel online en toen heeft Enzo Knol via mijn prachtige deep move de video zo pam, zo offline gehaald. En nou is de vraag natuurlijk, welke kamp kies ik hierin? Ten eerste ben ik heel erg team knol voor het punt dat als Enzo zegt upload de video niet en ze doen het toch, heeft hij al het recht om wat offline te halen. Dat is, ze filmen zijn huis, dat kan ik al heel erg begrijpen, dat hij niet wil dat het op beeld is. Daar zijn voor mij zijn vlogs ook heel erg mee bezig, dat mensen niet precies weten waar zijn huis staat en hoe het eruit ziet. Um, dus ik kan vanuit Enzo begrijpen als hij zegt ik wil dit niet in de vlog. Of in jullie video, punt. Dan moet je dat respecteren. Dat is gewoon wat privacy inhoudt. Nou is het een beetje raar om als YouTuber over privacy te praten. Als je de hele dag jezelf filmt als Enzo. Maar, als hij, het is een beetje hypocriet dus zeggen van... Ja, ik wil niet op beeld. Terwijl je filmt jezelf de hele dag. Um, met andere mensen erbij. Hij had ook gewoon een supermarkt. Hé hey, mevrouw, hou ook van krentenbollen. Dat doet Enzo ook. Dus eigenlijk is het een beetje hypocriet om te zeggen van... Ja, ik vind het, het, het kut met mijn privacy. Zet het niet online. Maar het mag wel. Enzo is dus een goed recht om die video te strijken. Maar nou is de vraag... Uh, was, was het ook die 5 nou een prank? Of was het gewoon kut zijn? Nou ja, een prank was het niet echt. Want Enzo kon er niet achteraf om lachen. John van de Heuvel deed wel leuk. Maar dat was waarschijnlijk alleen omdat er camera's bij stonden. Als er geen camera's waren, zei hij gewoon: hey, fuck off. Fuck off. Ik bel de politie. Weet je wel, dus ga, ik, ik acht zelfs de kans dat John van de Heuvel van tevoren was gebeld dat dit ging gebeuren. Dat weet je dan weer niet, hè? YouTube en zijn nepheid. Ehm. Um, ja, ik vond het wel meevallen. Uh, je, je, je weet natuurlijk niet hoe het vanuit Enzo's perspectief is gegaan. Alleen als ik ineens keide muziek in mijn tuin zou horen, zou ik wel denken, what the fuck? En vooral als ze vuurwerk gaan afsteken. En ze deden gewoon allemaal illegale dingen. Enzo zit gewoon in een woonwijk. Ze gaan om drie uur morgens keiharde muziek draaien. Het fijne is alleen, de schuld komt als het goed is, hopelijk niet te veel bij Enzo terecht. Stuk TV. De politie komt, die pakken stuk TV op. Het is niet dat ze Enzo oppakken van ja, ze zijn allemaal gasten die illegaal vuurwerk in je tuin gaan afsteken. Kom maar even mee naar het bureau. Dus in dat opzicht. Be beknellen hem niet heel erg. Alleen voor mij was het probleem dus dat Enzo lag in zijn bed. hoort en en keer de muziek. En die denkt alsof, alsof, hij, alsof hij aangevallen wordt of zo. Als mensen allemaal op zijn raam kloppen. En zo, en zo. Dan kan ik best begrijpen dat je dat heel eng vindt. Uh, nou, is het niet dat ik zoals Enzo zegt dat ik wekenlang niet zou kunnen slapen. Maar ik zou wel weer eens met hardkloppingen in mijn bed liggen. ...van What the fuck, Wat de fuck gebeurt hier? zijn er stel gekken in mijn huis aan het binnentrappen of zo. Dus ja, dat, ik, ik begrijp dat Enzo er heel bang van werd. Alleen om er nou zo'n gigantisch ding van te maken, weet ik niet. Kom gewoon een keer bij een tuin, stuk TV. Ik wou nog een keer een opdracht indienen bij stuk TV. Dat ze een dag lang mijn kamer schoon moesten maken. Dacht ik laat ik al mijn kijkers stemmen. Heb ik de meeste stemmen, word ik de opdracht. Alleen stuk TV moet wel eerst de opdracht goedkeuren. En als ik zeg: maak mijn kamer schoon, dat gaan ze niet goedkeuren. Op ze maken hem juist smerig. Ook leuk zit ik wel in een stuk TV-video. Dus, terug bij pranks, um, social experiments, doe gewoon normaal, zo moeilijk is het niet, het is echt, ik vind juist de pranks die wel normaal zijn, een stuk leuker Nou heb je nog een beetje wat borderline gevallen, van is het nou een leuke grap of niet um, Een goed borderline geval is, je belt je moeder en je zegt, oh man, ik heb echt een probleem, well, die ene chick, die hoedje, ja, die heb ik man Dat is een heel bekende YouTube prank, um, is het nou een prank of niet? Uh, meestal uh, wordt het gedaan door jongere mensen, zoals mij, en dan doe je het meer om je moeder heel erg te laten schrikken van: hé hey mam, ik ben 14 en ik ben vader. What? Pam? Uh, ja, dat soort dingen." Uh, ik, ik vind het moeilijk om dat te zeggen of het nou echt een prank is of niet. Die mensen kunnen het niet heel erg waarderen, maar zo niet alsof je, het is ze helemaal kapot maakt. Het is meer laat ze toch een klein beetje soort schrikken: van ik goed vader. Haha, toch niet? Ik denk dat het ook heel erg afhangt van je leeftijd. Op het moment dat jij het zegt als je heel jong bent, dan weten die ouders waarschijnlijk ook al van: oh, dat klopt hier iets niet. Of het is juist super fucked up. Maar als jij dertig bent en je hebt al tien jaar lang een vriendin en je ouders weten dat je een kind wil, en je belt op: we zijn zwanger. Zijn mijn vriendin is zwanger, man. En is ze helemaal blij dan? Ha, niet. Dat is, eh, dat, dat, dan, dan wordt het gewoon een soort leugen, maar iets super geloofwaardigs. Het hele idee van die, je moeder bellen dat je vriendin zwanger is, dat het niet geloofwaardig is. En dat het dan dus een grapje is. Maar als het wel geloofwaardig is, een beetje alsof ik thuis kom en zeg, hé hey, mam, ik had er voldoende voor mijn toets. Echt? Nee! een Prank! Dat is geen prank! Dat is, eh, je, je, je moet iets zo onlogisch zijn, van, hé hey, mam, ik heb net een dinosaurus bevochten. En dan, oh, nee, een prank. Eh, uh, ja? Wat vind ik dan? Eh... Um, andere leuke voorbeelden van geen pranks zijn vrienden wakker worden door ze te bespuiten met een brandblusser. Mensen naaktfoto's online zetten. En kinderporno kijken. Uh, ik denk dat ik genoeg heb gezegd over pranks en geen pranks. Doe gewoon normaal. Spreid de liefde. Fuck social experiments. Het kut aan zo'n social experiment is de pranks. Ze weten allemaal wat er gaat gebeuren. Je gooit iemand zijn mobiel in een kloof. Hij wordt boos. Is, dan is het geen experiment meer. Want je weet je uitslag al voor 100%. Dus niet, zouden ze boos worden? Nee, nee. En dus van die dingen, dan gaan ze willekeurige mensen op straat geld geven. Nou, wat denk je dat ze gaan doen? Ze gaan blij zijn. Oh, dankjewel voor je geld. Oh 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 Er was zelfs een laatste Oh super fake super gay Er was er iets dan gingen ze Een zwerver gingen ze 100 euro geven En dan gingen ze hem volgen Heel sneaky Van oeh gaat hij de drank van kopen Gaat hij de drank van kopen En dan ging hij de slijterij in Maar dan kocht hij dan iets van 300 broden En die voedde hij dan aan allemaal andere zwervers En dan Oh wat mooi Wat een lieve zwerver We dachten echt dat je drank ging kopen Ken je die video Dat was super viral een tijdje Super fake die, denk je nou echt dat ze de hele dag zwervers gingen volgen? De meeste zwervers die je geld geeft kopen gewoon drank van hun geld. Dat is gewoon wat ze doen. Um, dat, is echt, dat is echt zo. Dat niet alle zwervers zijn mensen die hun geld uitgeven aan broden voor iedereen. Ze volgen, denk je nou echt dat ze iedere dag lang een zwerver hebben gevolgd en alle materiaal weggegooid? weggegooid? Nee, ze hebben maar één zwerver gevolgd en dat was precies de goede. Ze hebben al lang al van tevoren afgesproken, wij geven je 100 euro, 500 euro onder het handje. Jij gaat eventjes lekker een paar broodjes kopen voor die kinderen. Want wij hebben niet de hele dag de tijd. We kunnen wel 10 zwervers gaan volgen, alleen als ze allemaal een fles drank kopen. Maar wij gaan een kut video. Denk erover na. YouTube is nep. Behalve mijn gameplays video's. Die zijn gewoon zo slecht, dat kun je niet faken. Nee, echt, dat is het probleem met al die pranks. Het is gewoon één grote oorlog om views. Niet om wie maakt de leukste, origineelste prank. Maar het is een oorlog om views. Dingen zoals condom challenges. Het staat al op 30 kanalen. Maar alsnog laat ik een condoom met water over mijn hoofd vallen. Zit er entertainment in? Ik vind van niet. Uh, je moeder, dankjewel. Rick, waarom heb jij eigenlijk deze sexy outfit aan? Ik ga vanavond weer stand-up comedy doen. Geprank. <laughs> nee, het is wel echt waar. Het is een alles meer. Ik zal een uh, link in de beschrijving droppen. Er komt toch niemand. Dus uh, yo, dankjewel voor het kijken van deze prank video. Wil je meer prank video's of social experiments? Doe dan een duimpje omhoog. Prank. Ik doe ze door. prank. Het is just a prank, bro. Dankjewel voor het kijken, bro. Doei!